zijn muziek en geluid vooral gewend in toonhoogte en ritme. Wij voegen daar ruimte aan toe. In 4D Sound kan je het geluid vrij bewegen in de ruimte. Je kan een geluid ergens plaatsen, een tweede geluid op een andere locatie plaatsen. En vervolgens kan je die geluiden om elkaar heen laten draaien. Verschillende dynamische eigenschappen van ruimtelijk geluid, daar kun je dus ook muziek mee maken. Een geluid kan groot zijn of heel klein. Het kan snel bewegen of juist langzaam. Een geluid kan zich tussen het publiek bevinden of verdwijnen in de verte. En dat instrument geven wij aan de artiest en uiteindelijk dus ook aan de luisteraar. Zoals ik 4D Sound zelf ervaar, is dat wanneer je je ogen sluit, dat je dan als het ware het geluid gaat zien. Ik denk dat de concentratie van de mensen die naar het concertgebouw komen heel goed werkt met datgene wat wij doen. Het gaat net zo goed over de stiltes en de ruimte tussen de muziek als de muziek zelf. Ik ben een aantal maal tijdens de luistersessies in het midden gaan zitten van de zaal. En was ik aan het kijken naar de hele groep mensen die aan het luisteren waren. Waarbij de muziek heel langzaam tot stilte kwam en een hele mooie concentratie was. Het waren misschien wel mijn allermooiste momenten. We'll be right back.